bij een normale straaljager tegenwoordig, die kan je nog een beetje op je af horen komen, bij wijze van spreken. Hopelijk dat hij er overheen scheert. Maar dat was het enige geluid wat de V1 maakte, dat pulserende straalmotorgeluid. En deed hij dat niet meer, ja, dan was het gewoon een stille zwaan die naar beneden dook. Er zijn toch nog wel een aantal doden hier in deze omgeving gevallen, middels het neerstorten van een V1-raket. Ik meen dat het een jaar of 7, 8 geleden is, misschien iets langer, dat ik op deze plek ongeveer hele lieve oude Canadese en Amerikaanse Hollanders tegenkwam, geëmigreerde Hollanders. En die stelde mij de vraag van, weet u misschien waar in dit bos, in dit land, op dit landgoed de fundatie van de V1-installatie heeft gestaan? Ik wist het niet. Maar goed, met de wetenschap dat de Canadezen dat wel zeker wisten, zijn we gaande de jaren eens aan het zoeken geweest naar wat massieve plekken in de dunne aardkorst al hier. We hebben, kan ik me herinneren dat het ergens in de winterperiode was, hebben we tot een uur, tot donker, hebben we gewerkt om althans een begin te maken met de ontluistering van deze betonnen fundatie. De ontdekking van deze fundatie waar ik nu momenteel op sta, is gedaan door een van mijn collega-vrijwilligers die bij toeval na een uur hard schoffelen of harken of iets dergelijks, even traditioneel op zijn stok, steel van het instrument, ging leunen en dacht, hé, dit is geen geluid wat je hoort als je de steel van een hark of een schoffel of iets dergelijks in de grond steekt, want dan hoor je dit. We hadden feitelijk totaal geen informatie over V1. Fundaties. We wisten wel van het fenomeen V1, Vergeltungswaffen 1 in Duits, maar we hadden ons ook eigenlijk helemaal geen voorstelling gemaakt van hoe lang is zo'n V1 fundatie of die installatie om die raketten de lucht in te krijgen. Dus het werd nog een hele zoektocht waar we toch zeker een week of 2, 3. Niet elke dag van de week, maar toch wel 2 dagen per week mee bezig zijn geweest. Om allereerst eens te kijken, hoe loopt die fundatie nou? Loopt die noordoost-zuidwest of loopt die zuidoost? Welke richting ging die op? Nou, daar waren we vrij snel achter gekomen. Omdat we wisten dat vanuit deze positie in dit bos de raket afgeschoten diende te worden op Londen, Groot-Londen. Nou, zodoende kwamen we erachter dat je met een paar graden misrekening de hele installatie in zijn lengteas kon opduikelen, opgraven. Nou, dat is gebeurd en het resultaat zie je nu. Van de positie waar ik ongeveer sta tot 50 meter verder. Zo lang was de lanceerbuis om de V1-raket effectief de lucht in te schieten. Van de 30.000, maar dat is een lichte schatting mijnerzijds, denk ik dat er toch zeker 20.000, 22.000 V1-raketten de overkant, CQ Londen of Antwerpen wel hebben bereikt. De andere 8.000 à 10.000 hebben dat niet bereikt, gelukkig.